Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. We zitten nu volgens mij in de vierde week waarin de maatregelen van kracht zijn en waarin ons leven echt totaal anders is. Wat natuurlijk heel erg opvallend is aan deze weken is dat je jezelf moet zien te vermaken. In de eerste twee weken ben je gewoon heel erg gefocust op oké, we moeten nog boodschappen halen, het huis moet schoongemaakt worden, de kast moet opgeruimd worden, nou, de hele reutemeteut. Op een gegeven moment heb je dat allemaal al gehad en dan komt het moment dat je eigenlijk weer aandacht hebt voor andere dingen, de minder belangrijke dingen. En één daarvan is bijvoorbeeld online shoppen. Ik heb echt gemerkt in deze tijd dat ik enorm geïnfluenced word. Ik word geïnfluenced op YouTube, ik word geïnfluenced op Instagram, ik word geïnfluenced op Facebook, ik word geïnfluenced door mijn vrienden, ik word geïnfluenced op tv, ik word geïnfluenced overal. Maar je kunt er ook bijna niet meer omheen en soms gebeurt het zonder dat je het in de gaten hebt. En dan heb ik een vriendin, zeg ik, kijk, ik heb leuke nieuwe schoenen gekocht, zegt ze. Influenced. Zij bekijkt dezelfde content als ik. En tuurlijk, dat is belangrijk, hè. Ondernemers moeten ook overleven in deze tijd. En ik maak me er ook schuldig aan, want ik laat me influencen. Ik geef dat geld uit. Ik koop gewoon al het geld dat ik normaal in etentje stak. Dat steek ik nu in een nieuwe trui of een nieuwe jurk. Mensen die daar shoplogs van maken of het juist laten zien op Instagram, die dragen dat juist uit. En dat lukt ze goed, want ik ben de afgelopen weken ook zelf goed geïnfluenced. Dus ik dacht, laat ik het eens een keer omdraaien. Dus in plaats van jullie allemaal te laten zien wat ik allemaal koop en waar ik het allemaal gevonden heb, dacht ik, zou het lukken om een week lang influencing te ontlopen? Dus alles wat ik tegenkom online, en dan bedoel ik ook echt alles, dus ook de bonusaanbieding van de Albert Heijn die ik eigenlijk niet nodig heb, gewoon niet op ingaan. Niks meedoen. Voor mij moeilijk. Ik ben echt een marketingslachtoffer. Dus ik dacht, best interessant. Laat ik jullie in eerste instantie zien wat kom ik allemaal tegen. En in tweede instantie hoe moeilijk het is om daar nee tegen te zeggen. En een week is misschien best lang, want er komt zoveel op je af op een dag. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit zal gaan. Ik neem je mee in mijn week waarin ik influencing ontloop. Misha belt. Hey! Hey! Je zit in een vlaag. Nou, ik had ineens een ideetje. We hebben elkaar natuurlijk al een paar keer gesproken deze week. En ik word ontzettend geïnfluenced de hele tijd. Ja. En jij bent ook geïnfluenced, want je hebt een robotstofzuiger gekocht. En je hebt een borduurwerkje gekocht. En je hebt Animal Crossings gekocht. Ja, klopt. En ik dacht, wat nou als ik de wereld voor een week omdraai? En dat ik dan kijk wat dat met me doet. Ik denk dat het voor jou heel moeilijk wordt. Ik denk het ook. Ik ben echt een marketingslachtoffer. Maar doe je mee? Nou, mag ik deze week overslag? Oké, ik doe wel mee. Oké, chill. Maar dan gaat het in vanaf morgen. Dus je mag vandaag nog alle impuls aankopen doen die je gepland had in je hoofd. Is goed. Oké, succes. Doei. Nou, dat was dus Mies. We gaan hier samen in. En ik ben heel benieuwd hoe we het er samen vanaf gaan brengen. Oké, let's go. Nou, aangezien we vandaag nog hebben. Ik heb deze week, zoals ik al zei, me laten influencen. En ik heb een heel leuk roze pak besteld. Maar daar heb ik eigenlijk nog helemaal geen schoenen bij. Dus ik had daar leuke sneakers bij bedacht. En die heb ik dus online gevonden. Dat zijn deze. En die wil ik dus eigenlijk nog even gaan bestellen. Guilty as er. Maar ja, kan nog één dagje. Dus ga ik even doen. Ik had een mooie to-do list. Daar heb ik al 8 dingen van gedaan. En ik heb fucking veel dingen van mijn to-do list gedaan. Maar je mag niet schelden. Ja, zeker. Nee, Jaap is nog aan het werk. Ik maak een video over het ontlopen van influencers. Zodat ik in deze periode mezelf niet aan mijn arm koop met alle shit ik niet nodig heb. Ik ben ook een influencer. Jij? Ja, dat is een idee. Ik wist het. Iedereen is een. Nou goed, ik ben dus doordat ik bezig ben geweest, niet in contact geweest met influencer gedrag. Dus kostenbesparend, duurzaam, goed bezig. Ja. Ga ze door. Oké, daar gaan we. Ik was klaar met mijn klusjes en toen wilde ik mezelf tracteren op YouTube. Dus dat doe ik nu. En ik zit een video te kijken over iemand die alle bruisballen van Lush kapot gaat maken en er één bruisbal van gaat maken. Maar als je dit dus zit te kijken, ja, dan krijg je dus helemaal zin om bruisballen te kopen. Kijk nou. Oh my god, ik wil de hele website van Lush gelijk leegkopen. Maar waarom zou ik dat doen? Want ik heb niet eens een bad. Dus ik kan niet eens een bruisbal gebruiken. Dit is dus hoe het werkt. Dit is het idee. Hoe ik me nu voel. Ik heb zin om bij Lush te shoppen. Wat ik ga doen. Ik ga het niet doen. Ik ga gewoon een filmpje afkijken. Klaar ermee. Next.
Ik was net bezig met wat scrollings door Instagram en ik word al een paar dagen getriggerd om dit tasje, of in ieder geval niet deze, maar een tasje van deze lijn aan te schaffen. Het zijn tasjes gemaakt van restleer. Van restjes leer worden deze leuke creaties gemaakt. Maar ik doe het niet. Not doing it. Only look look. No buyings. Goedemorgen, vandaag is het vrijdag en vandaag is de eerste officiële dag van het ontwijken van influencers. Ik kreeg al een appje van Misha vanmorgen dat het al vroeg bal was, dus ik ben benieuwd hoe mijn dag zal verlopen. Nu even lekker douchen en de dag beginnen. Hoi, dit is eigenlijk de eerste update van Being Influenced. Nou, wat er eigenlijk vanochtend gebeurde, ik werd wakker en wat ik meestal doe als ik wakker word is meteen mobiel pakken en social media en nieuws bekijken. Wat niet goed is, by the way, maar goed, dat doe ik dus wel. En toen zat ik op Instagram en toen was ik gewoon aan het scrollen. Toen kwam ik langs een advertentie van Oral-B, tandenborstelmerk, no spon, helaas. Ja, ik zag een hele mooie elektrische tandenborstel, een nieuwe. En je kreeg ook nog eens een korting met Pasen. Ik dacht, hey, win-win. Dus ik ging naar die website, ik ging doorklikken. Bleek gewoon die tandenborstel echt iets van 200 nog wat euro te kosten. Dus ik dacht echt van, what the fuck, dit ga ik even niet doen. Ja, en dat was het eigenlijk wel. Toen ging ik douchen en aankleden. En toen dacht ik onderwel echt van, oh my god. Ik ben gewoon nu al geïnfluenced om 8:30 ochtends. Dus dat was mijn update so far. Laten we kijken wat de rest van de dag gaat brengen. Maar nu ik er bewust van ben, denk ik een beetje van ja, gaat dat nog wel gebeuren? We gaan het zien. Nou, het is inmiddels 4:30. Ik heb gewerkt, ik heb gebeld met een collega heel lang. Ik ben eigenlijk de hele tijd bezig geweest. Dus ik ben gewoon de hele dag nog niet geïnfluenced. Maar nu komt het moment dat ik klaar ben met werken. Ik ga straks even wat YouTube filmpjes kijken. Ik heb straks weer tijd om even door mijn Instagram feed heen scrollen. En vanavond komt er nog wel een pakket binnen met kleding. Dat had ik dus al eerder besteld vorige week. Dus dat zat er aan te komen. Dus dan kan ik even nog mijn shophonger stillen. Goed, we gaan zien hoe de dag verder gaat. Oké, dan gaan we dus weer. Zonder dat ik het in de gaten had, ook echt. Ik zat een YouTube filmpje te kijken over iemand die allerlei truien op ASOS had besteld. En toen was ik daarmee klaar. Toen kwam ik op ASOS en daar was zilver 70%. En toen zat ik alweer te scrollen en toen dacht ik ineens, dit mag helemaal niet. Kijken mag, kopen niet. Onthouden. Geïnfluenced. And guess what just arrived. Niet meer geïnfluenced vandaag. Nu lekker gedoucht. Ingesmeerd. Misha was ook niet meer geïnfluenced. Die was de hele avond aan het Animal Crossings en werken en sociaal doen. Dus dat is goed gegaan. Ja, hier op zich ook. Let's see tomorrow. Welterusten. Goedemorgen, zaterdag. Nieuwe dag. Net opgestaan, aangekleed. Ik heb zo fotografiecursus. Die heb ik de hele dag. In ieder geval tot 4:30. Dus ik verwacht vandaag weinig geïnfluenced te worden. Dus dat is goed nieuws. Goedemorgen, tweede paasdag. Ik ben nog niet zo lang wakker. En toen ik wakker werd, besloot ik mijn socials te checken. Nou, en toen ik zie dat steeds meer mensen hun hoofd kan scheren. Oh my god. Maar goed, ik zat op Facebook en toen zag ik deze jurk voorbij komen. Ja, leuk voor Pasen stond erbij. Ja, inderdaad. Niet alleen voor Pasen. Hartstikke leuke jurk. Dus ik gelijk er naartoe. En toen had ik hem al eigenlijk bijna in mijn winkelmand zitten. Maar toen dacht ik, is ik influenced? Dus ik mag het niet doen. Ik vind het lastig. Ik had deze wel graag willen kopen. Nou ja, gisteren de hele dag geen last van influencing gehad, want ik heb de hele dag opgeruimd, schoongemaakt, mijn hele kledingkast uitgezocht. Dus er ligt nu een hele stapel om tweedehands te verkopen. Deze hele stapel die gaat het internet op. Daar ben ik dus de hele dag mee bezig geweest en ik heb s'avonds mijn nageltjes gedaan. Daar was ik ook super lang mee bezig. En vandaag is het Pasen. Ik had eigenlijk de wekker gezet. En ik dacht, dat moet werken. Maar ik hoef helemaal niet te werken. Dus ik denk dat ik vandaag de ramen ga zemen. Dat is dan nog op mijn to-do-list. Ik wil de gangkast nog opruimen. Hopelijk word ik tussendoor niet te veel geïnfluenced. Inmiddels woensdag. Ik moet zeggen dat ik in de dagen dat Misha en ik deze challenge wilden doen best wel veel afleidingen had. Misschien ook omdat het Pasen was. Dat je toch echt met vrije tijd bezig was. En dan zou je denken, joh, dan ga je toch juist online. Maar ik moet zeggen, ik ben best wel veel offline geweest. En ook Misha had eigenlijk weinig last van influencing. Dus zij zei, je kunt het beter in je eentje doen, want volgens mij word je veel meer geïnfluenced dan ik. Vanavond zat ik op de bank en ik had een webshop gevonden waar ik best wel vaak reclame voor krijg op de een of andere manier, wat ik niet zo goed begrijp.
begrijpen, want volgens mij ben ik de doelgroep niet. Maar waarvan ik wel steeds denk, vroeger had ik daar een beetje stoffig beeld van. Maar volgens mij hebben ze best leuke dingen. Dus ik had eens gekeken. En oepsie, ik kon niet laten. Ik heb 10 items besteld. Dus ik ben wel weer even losgegaan. Ik ben in ieder geval mijn zomergarderobe een beetje aan het aanvullen. Uiteindelijk wil ik jullie natuurlijk wat tips meegeven over hoe je ervoor kunt zorgen dat je niet geïnfluenced wordt. En die zet ik aan het eind van deze vlog op een rijtje. Dus blijf nog even hangen, want de tips komen eraan. Maar voor nu zie je even in hoeverre ik nog verder geïnfluenced werd deze week. In 3, 2, 1... Goedemorgen, weer een hele nieuwe dag. En ik zit hier op mijn buitenwerkplek op een balkon in de zon te werken. Ik heb niet zo'n lekkere dag. Ik werd vandaag wakker en ik dacht... Maar ja, goed. Waarschijnlijk heeft iedereen dat wel eens in deze periode. Ik ben maar buiten gaan zitten, dat helpt me meestal wel. Ik vind het wel heel warm. Ik mag niet klagen natuurlijk, maar om te werken is het wel... heet. Ik ben dus aan het werk. Dat moet ik ook de hele dag doen, dus ik hoop op weinig afleiding. Maar krijg ik die wel, dan laat ik het natuurlijk even weten. Nu... On the job. De afgelopen week heb ik dus heel erg mijn best gedaan om niet geïnfluenced te worden. En ik moet zeggen, ik dacht van tevoren dat ik veel meer geïnfluenced werd als dat daadwerkelijk gebeurt. Blijkt uiteindelijk best wel mee te vallen, maar toch... Het gebeurt nog steeds regelmatig en hierbij wil ik je tips geven. Mijn tips over hoe je kunt voorkomen dat je geïnfluenced wordt om iets te kopen online. Dus hier komen ze. Tip 1. Werken. Gewoon thuiswerken. Gewoon de hele dag dedicated werken. Tuurlijk, pauze houden. Maar in je pauze ga je niet direct op je privételefoon. Maar ga je lekker naar buiten om een wandeling te maken. En probeer je eigenlijk zo min mogelijk in contact te komen met al dat lonkende goed op internet. Mij helpt het in ieder geval heel erg. Dus gewoon lekker werken. Tip 2. Nou, de tijd dat je veel op je telefoon zit is natuurlijk 's avonds als je je werk hebt afgerond. Maar in plaats van dat je zoveel aandacht aan je telefoon besteedt, kun je natuurlijk ook aandacht geven aan je huisgenoten, aan je man, aan je vrouw, aan je vriend, aan je vriendin, aan je kinderen, aan je huisdieren. Iedereen die eigenlijk op dat moment in de buurt is om je aandacht op te focussen. Want ten eerste is dat veel socialer en leuker. En ten tweede voorkomt het dat je geprikkeld wordt om weer iets online te kopen. Dus sociale contacten zijn key. Tip 3. We zitten natuurlijk allemaal veel op Instagram, op YouTube. En eigenlijk draait het voor een groot deel op die kanalen om aanprijzen van dingen, om het influencen van mensen. Dus het hoort er eigenlijk gewoon bij. Maar word jij er een beetje gek van dat elk moment als jij een van je favoriete personen voorbij ziet komen met iets leuks of iets moois dat je dat wilt hebben? Klik dan gewoon niet door. Gewoon die story wegswipen. Gewoon doorscrollen. Niet doen. Gewoon niet doen. Je zult zien, als het iets is wat je niet echt geweldig vindt of wat je niet echt nodig hebt, dat je het na ongeveer een kwartiertje waarschijnlijk alweer bent vergeten. Dus negeren. Negeren, negeren. Gewoon doorscrollen. Tip 4. Helpt dit nou allemaal niet en merk je toch dat je online blijft gaan? Zet je apparaten dan op vliegtuigmodus. Erger nog, zorg dat je geen internet hebt. Dus haal je modem een dag uit het stopcontact. Als het kan, hè? Als je ook niet hoeft te werken. Dan ben je in ieder geval afgesneden van internet en is al je aandacht bij de wereld hier en nu. Dan word je niet geïnfluenced. Tip 5. Zit je veel op YouTube, ben je een grote fan? Ik ook. Probeer dan ook tussendoor om educatieve video's te kijken. Dus niet zozeer alleen maar influencers die jou heel erg verleiden om iets te kopen. Maar er zijn ook hele interessante inhoudelijke video's. De NOS heeft bijvoorbeeld een heel leuk kanaal, maar ook de Keuringsdienst van Waarde. En daarnaast zijn er ook heel veel grappige video's online te vinden die jou niet verleiden om iets te kopen, maar waar je wel echt heel veel plezier van kunt hebben. Dus verbreed je aandacht op YouTube naar niet alleen jouw favoriete influencers, maar ook naar educatieve en grappige video's. Tip 6. Raak je nou echt in de verleiding om dat shirt, die broek, dat rokje of die schoenen te kopen? Wacht dan even voordat je daadwerkelijk ook naar de website gaat. En neem eerst de tijd om eens even in je eigen kast te kijken. Heb je misschien iets dat er heel erg op lijkt, wat je al lang vergeten was? Of heb je het eigenlijk helemaal niet nodig? Misschien is dit wel het moment om die kast even op te gaan ruimen, om er dingen uit te gooien en om die op een online verkoopapp te zetten, zodat je weer geld verdient om daadwerkelijk dat nieuwe item te kopen. Probeer verder te denken dan het moment zelf. Tip 7. Zorg dat je een wingman of wingwoman hebt. Raak jij snel in de verleiding? Ben je net zo'n marketingslachtoffer als ik? En zie je de hele dag dingen online voorbij komen waarvan je denkt, I need it in my life. Zorg dan dat je een vriend of vriendin achter de hand hebt die je kunt bellen of appen om het eens eventjes af te stemmen. Dus zie jij iets online? Raak je geprikkeld? Denk je, oh, is dit wel een goed idee? Maak een screenshot, maak een foto, zet het op de app naar die vriend of vriendin en zeg,
ik heb dit gevonden, wat vind jij ervan? En die vriend of vriendin, die kan jou overhalen om het niet te doen. Voor mij helpt het, moet ik zeggen. Ik heb ook zo'n wingwoman, dat is Misha. Weet je, zij zegt heel vaak tegen mij, Eve, doe het niet, je hebt het niet nodig. Onzin, maar ook als iets wel echt heel mooi of heel handig is, dan is ze er ook gewoon heel eerlijk in. Ze kent me goed, ze weet waar ik van hou, ze weet welke producten ik veel draag of veel gebruik, dus ze kan er altijd een hele eerlijke mening over geven. Dus zoek voor jouzelf ook zo'n wingman of wingwoman. Tip 8. Merk je dat je zo vaak in de verleiding komt op je telefoon of op je laptop? Blokkeer dan gewoon bepaalde apps of bepaalde websites. Dan kun je er gewoon ook niet meer naartoe. Daar bestaan speciale apps voor in de App Store. Dan kun je tijdelijk bepaalde apps blokkeren. En volgens mij kun je het zelfs in je iPhone instellen. Dus zoek dat eens uit. Kan je echt helpen. Nou, dit waren mijn tips om niet geïnfluenced te worden. En vooral tijdens deze lastige periode waarin we allemaal thuis zitten. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Laat me weten welke tips jij hebt gebruikt hier onder dit bericht. En heb je zelf nog andere tips? Laat die dan ook vooral achter. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende weer. Doei!